Ik hoop dat er misschien mensen, collega's, ouders en ook pubers zijn. die hier iets van kunnen leren. Namelijk dat er zeker een weg terug is. Dat schrijf jij, Annemiek, Valent. Fijn dat je er bent. En je zit bij ons op de bank om te vertellen over jouw verhaal. Nou, dat de ergste nachtmerrie overstijgt, zou je kunnen zeggen. Zeker. Het gaat over het overlijden van jouw zoon, Gian. Ruim vijf jaar geleden heb je een boek over geschreven. En dan is het jouw kind dat alles overstijgt. Ja. Je zit hier nu op dit moment. Um, Gian zou deze week jarig zijn. Ik was allereerst benieuwd hoe, hoe je zo'n week beleeft. Wat zou je normaal gaan doen? Nou, Normaal gesproken zouden we naar het graf toe gaan. En daar kom ik heel veel. Maar dan, ja, gisteren door de sneeuw uh, hebben we dat toch maar niet gewaagd. En uh, ja, de herinneringen, de, ja, lekker eten, uiteten of iets dergelijks. Nee, dat zit er nu natuurlijk ook niet bij. Nee. Maar ja, dat? Nee, nee. Um, we gaan het zo hebben over wat er allemaal is gebeurd. Ik wil graag ook, ook uh, ja, positief beginnen, als het ware. Want Gian, als je hem als jongen, als jouw zoon moet omschrijven, uh, wat was het voor iemand? Een hele lieve sociale jongen. Met ontzettend veel vrienden, en in allerlei groepen en in delen van de stad. En, uh, ja, echt een... Hier zien we hem, hè? Echt, uh, ja, topper. Ja. En uh, ja, een Puber 2.0, die absoluut wel eens even uit de band sprong of uh, dingen deed die uh, niet de bedoeling waren. Maar uh, ja, hij had het zo langzamerhand had hij het een beetje op de rit. Ja. Ja, ja. Je zit hier in je uh, ambulancepak. Um, want je gaat ook aan het werk vandaag. Ja, zeker. En het is ook hetgeen ja, symbool staat voor het verhaal wat je hebt uh, meegemaakt. Uh, laten we teruggaan naar ruim uh, vijf jaar geleden. Je was aan het werk en er was een ernstig auto-ongeluk gebeurd. En toen, hoe ging dat? Ja, om um, 13 over 4 's nachts kregen wij melding op de Heemstedenstraat in Amsterdam. En uh, daar stond in onze scherm: stond daar uh, auto uh, tegen een boom en staat in brand. En uh, ja, dat is zo snel mogelijk natuurlijk naartoe gereden. En uh, dan zeggen we vaak wat we zien. Dus ik zei hardop van nou, die zit wel heel erg uh, in, de, ja, in, de, in de kreukels, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dus we konden niet helemaal bij parkeren. Dus toen we er eenmaal aankwamen lopen... toen op een meter afstand, dat ik echt gewoon eigenlijk naast stond... had ik uh, ja, echt meteen het gevoel van uh, dit is helemaal fout de boel. Ja. Ik herken die auto van wat er van over was. En uh, dit is de auto van mijn ex-man. Ja, dat, dat is al bizar om te moeten meemaken. Um, maar toen gebeurde er iets heel bijzonders. Je, 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 je belde je ex in, ja. een, in een opwelling, denk ik. Ja. ja. Het was me al een aantal keer medegedeeld... dat er geen 53-jarige man in zat. Maar dat, is, uh, dat heb ik niet opgeslagen. Dus ik ga er nog steeds van uit op dat moment dat hij erin zit. Dus ja, ik bel hem op. Ja, en hij neemt op. Dus dat was natuurlijk heel gek. Want, en ik vraag ook aan hem... wil jij even kijken of je auto voor de deur staat... Ja, dat slaat ook helemaal nergens op. Want ja, ik sta ernaast. Nee. Dus uh, ja, hij bevestigt inderdaad dat hij niet voor de deur staat. En toen schijn ik, maar dat weet ik zelf niet, heb ik geschreeuwd van. Zijn de kinderen dan wel thuis? En toen zei hij daar, ja, Gian is niet thuis. Ja. En toen zag die agent mijn blik veranderen. En toen heeft zij mijn telefoon overgenomen. En heeft echt in een split, uh, split second heeft zij een slecht nieuws aan de, gesprek aan de telefoon moeten voeren. Ja, dat is ongekend. Uh, Gian zit dus in de auto op dat moment. Um, je bent vanaf dat moment alles kwijt? Is het een baas, een roes? Ja, het, is, het, is, het zijn allemaal flarden die ik heb. In mijn hoofd had ik het hele verhaal compleet. Maar we dat, hebben dat, ja, een paar weken daarna allerlei gesprekken gevoerd bij de brandweerpolitie. En met de andere uh, ambulanceteams teams bij elkaar. En uh, ja, dan kreeg ik allemaal informatie te horen. wat ik zelf helemaal niet heb opgeslagen. Ik schijne, uh, het ene moment was ik hulpverlener. En nee, we moeten natuurlijk ook het ongeval lezen, zo heet dat. En dan ging ik kijken wie is er nog meer bij betrokken En, en, en daar had ook een fietser onder kunnen liggen. En het andere moment uh, was ik moeder. Ja, het was heel gek, want dat, dat gedeelte van het hele moederstuk, daar weet ik zelf niks van. Nee. Wat, wat, wat is er toen uh, gebeurd met jou? Want hoe is dat in zijn werk gegaan die nacht verder? Ik ben in de ambulance gaan zitten op de stoel, Want ik wist eigenlijk wel goed dat ik niet meer mocht rijden. Ook geen idee waar ik dat op heb gebaseerd, want ik had het ook nog nooit meegemaakt. En maar... niemand maakt dit mee? Nee, ons, nee binnen Amlandse Amsterdam is het nog nooit gebeurd. Dus het was ook voor de collega's echt wel enorm uh, schokkend. Dus ja, we zijn uiteindelijk naar de post gereden. Ik weet ook niet hoe we gereden zijn. Ik heb de weg gewezen, maar ik heb geen idee hoe we zijn gegaan. Nee. Ja, en dan kom je op de post en dan uh, ja, kwam Beleidinggevende bijvoorbeeld aanrijden. Dus ik zeg ook van, wat kom jij nou doen? Het is midden in de nacht, dus ik had echt geen idee. Nee. Um... Wat is er met Gian gebeurd die nacht? Hoe, hoe is dat gegaan? Heb je dat uiteindelijk helemaal helder kunnen krijgen? Daarna bedoel je nadat ik daar weg was? Ja, nou wat is het verhaal van Gian die nacht? Hij heeft de auto dus van uh, jouw ex, is het, uh, ja. waar, die, waar die woonde, waar ja. die verbleef toen, jullie hadden een co-ouderschap. Ja. Hij heeft die auto gepakt. Ja. En, en toen. Ja, hij is om drie uur s'nachts thuisgekomen. Hij was thuisgebracht omdat zijn scooter stuk was. En uh, ja, op een, een of andere manier heeft hij bedacht uh, dat hij nog weg moest. Dus hij heeft de auto gepakt, want ja, dat mocht hij altijd. Dus dat deed hij. En uh, ja, uh, nee, wat was het? Vijf kwartier later uh, heb ik hem aangetroffen. Ja. Dus uh, hij, wat, ik, wat ik weet is dat hij nog gepint heeft. En uh, hij heeft vrienden gezien bij het hoofdere Plein. Dus echt, echt twee minuten daarvoor heeft hij, ja. Ja, heeft hij nog uh, mensen aangesproken. Het waren vrienden van hem. En hij zei ja. Uh, ik ga naar Osso. Dus ja, straattaal. Ik ga naar huis. Hmm. En. Wat, wat, wat deed hij zo laat nog op straat of, of in de auto? Wat, wat wilde hij gaan doen? Het was gewoon een, een ja, 19 jaar ja. auto ja. Uh, gejat van zijn, uh, van zijn vader. Nou, gejat wil ik niet zeggen, hoor. Nee, geleend. Ja. 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 Wat, want dat is interessant. Daar komen we zo ook nog ja. over uh, te praten. Um, maar... Hij was gewoon die nacht ja, hij was gewoon op pad zoek, met ja, de jongens? Ja, ze konden nog wel appen en uh, sms'en met, met anderen. Van, goh, ik moet nog wat doen. En iedereen zei, nee hoor, ik blijf lekker thuis. Ja. Want is die, is die gewoon geglipt? Of, of hoe? Nee, je hebt, uh, op die weg was in principe een hele rechte weg. Maar er zat een heel klein knikje in, een sikaantje noem je dat. Echt heel klein. En die heeft hij gemist. Dus daar is hij losgekomen. Ja, daar is hij overheen gevlogen, zeg maar. En uh, is hij met de linkerwielen is hij in de trambaan gekomen, in het mm. gras. Nou ja, op zich is er nog niks aan de hand als je daar rustig uitstuurt. Maar hij heeft een ruk aan het stuur gegeven. Dus is hij naar de andere kant gegaan. Heeft hij een boom geschampt rechts. Ja, en toen heeft hij ja, de verkeerde kant opgestuurd, waar de volgende boom er gewoon fataal helemaal inging. Ja, want Ik, ik, ik zeg je dat is inderdaad niet het goede woord, maar hij was stuk 19 en had geen rijbewijs. Ja, klopt. Dus dat wekt de indruk dat hij misschien de auto van zijn vader zomaar heeft genomen. Maar dat nee. is niet zo. Nee. Daar ben jij later achter gekomen. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, het is me nooit verteld. Ik ben er zelf achter gekomen. We hebben de telefoon van Gia laten maken. Het hele scherm was stuk. Dus normaal moet je natuurlijk een scherm kopen. Maar we hebben de situatie uitgelegd. Dus ze hebben hem erop gelegd. En als hij aanging. Dan uh, moesten we het scherm kopen. Ja, en dan kan je de non natuurlijk niet in. Want, nou ja, dat was niet zo moeilijk met al nee. die jeugd. Die ziet dat de hele dag zo te doen natuurlijk. Dus hebben we hebben hem ontgendeld en uh, ja, daar kon ik gewoon een jaar teruglezen tussen het appcontact tussen vader en zoon. En, en hoe ging dat contact? Oh, uh, pap mag de auto ook halen in mijn pauze van school. En uh, ja, is goed. En, uh, en andersom van uh, maak je hem ook nog eens een keertje schoon die auto. En uh, ja. ja dat terwijl hij dus niet zijn rijbewijs had, mocht hij de ja. auto gewoon uh, gebruiken. Dan lijkt het mij, want hier kwam je achter uh, een paar weken nadat dit incident gebeurd was. Ja. Dan heb je dus aan de ene kant de, de gigantische rouw en het verdriet, maar er komt ook woede bij. Ja, zeker. Hoe, hoe kan je daarmee omgaan? Nou ja, een week daarna, dus uh, na, na de begrafenis hebben we mij eigenlijk laten maken. Dus ik wist het al vrij snel. Mm -hmm. En uh, ik uh, had al hulp via het werk. Dus ik heb dat ook wel volgelegd, van hoe moet ik hier in godsnaam mee omgaan. Maar ik heb hem telefonisch geconfronteerd en uh, ik heb anderhalf uur uh, door die telefoon zitten tieren. En uh, ja, ik was gewoon echt ontzettend kwaad. Het had niet gehoeven, dit. Maar. Nee. Nee. Ben je, dan, heb je het dan wel. Je kan niet natuurlijk altijd boos blijven. Nee. Hij heeft ook de rouw die hij dan moet doorstaan. Um, is, het, ja, dat, is het dan op dat moment, als je dat hebt gezegd, wel even klaar? heb je daar ook heel veel hulp bij nodig gehad om dat dan te. Dat je dat niet elke keer naar hem uit. Want ik kan me voorstellen dat die woede er altijd blijft zitten. Ja, en het is als geadviseerd om terug te gaan naar het zakelijk contact. Oké. Okay. Dus uh, we okay. hadden altijd heel goed contact. We gingen samen naar tien minuten gesprekken op school en dat soort ja. dingen. En uh, dus terug naar het zakelijk. Dus eigenlijk uh, per mail uh, contact houden. En af en toe even kort bellen, maar zakelijk, puur over, over Rowan. En je zit dus ook in, uh, in de rouw. Uh, want Roan is je, jullie andere zoon. Ja. Um, daar komen we zo nog even over te spreken. Maar Gian, de uitvaart. Uh, kun je daar, ja, hoe heb je dat beleefd? Hoe was dat? Ik hoorde dat er heel veel mensen naar jou ja. waren gekomen. Ja, er was maar gezegd dat er 150 mensen in konden. Toen dacht ik, nou, dat is al genoeg. Waar moet ik ze allemaal vandaan halen? Maar het waren er 330. En. Uh... Ja, ze zaten, hè, alle jeugd en vrienden, had ik naar voren gehaald, en die zaten allemaal voorin, allemaal op de grond. En ja, het was heel mooi. En ze stonden op een gegeven moment stonden die jeugd allemaal op. Toen dacht ik, wat gaan ze nou doen? En toen ging de muziek van andere Hazes aan. Uh, Welk nummer? Ja, uh, Pa bedankt, maar dan Gian bedankt. Dus dat gingen ze allemaal staan zingen. Daar wist ik niks van. Daar heb ik een filmpje van. Maar uh, ja, dat is alleen voor ons. Maar ja, dat is wel heel dierbaar. Ja. Ja. Ja, het was prachtig. Heb je nog contact ook met uh, Gians vrienden? Ja, 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 zeker. Nu komen ze ook langs hè, om, uh, om boeken te halen. En, uh, vorige week toevallig bij de begraafplaats uh, waar ik regelmatig kom... kwamen twee vriendinnen van hem aanlopen. Dus uh, ja, het is wel heel mooi zo. Dit is al een verhaal wat, wat, wat mensen nauwelijks uh, kunnen bevatten. Maar het verhaal krijgt nog een bizardere wending. We ja. gaan naar negen maanden na dit ja. ongeluk... Uh, er staat uh, in de hele vroege ochtend de politie bij jou uh, op de stoep. Vertel. Ja, ja, de deurboog gaat om half acht. En uh, ik weet eigenlijk bovenal dat, uh, dat, het, uh, dat het weer foute boel is. Ik weet niet waarom, maar ik, uh, ik voel dat. Dus ik ga naar beneden en dan kan je bij ons meteen naar buiten kijken. Dus ik zag twee agenten staan. Dus ik stond inmiddels alweer boven. Ik denk, ja, ik vluchte. Je wil gewoon weg. En, ja, je moet toch, uh, dus ik heb boven geroepen van de politie. De politie staat voor de deur en... Nou, ga open doen dan. Dus ja, toen heb ik open gedaan. En ja, dan vragen ze, bent u de ex echt van? En ja, dat ben ik. En uh, mogen we binnenkomen? We hebben echt heel slecht nieuws. Ja, ja. ja. ja ze vertellen, dan vertellen ze het meteen. Dus ze zeiden meteen van, uh, hij is vanochtend om half zes ochtends aangetroffen op de Hoofdvaart in Hoofddorp. En hij is daar ongeluk met, uh, met zijn auto tegen een boom. Ja, uh, jouw, jouw ex dus, die dus ook met een auto-ongeluk om ja. het leven komt. Hij had natuurlijk die auto uh, toen uh, uitgeleend uh, aan Gian. Er kwamen ook verhalen van: heeft hij dan dit zichzelf aangedaan? Misschien ja. omdat hij het nooit heeft kunnen verwerken. Ja, ja die verhalen gaan zeker. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Want uh, van mensen die mij helemaal niet kennen of überhaupt niet in onze uh, vriendengroep of familiegroep zitten, maar uh, hij heeft geen uh, brieven achtergelaten. Of ja, er lag nog een boodschappenbriefje op de bar op zijn barretje in zijn keuken. En uh, nee, hij had dit echt nooit gedurfd. Hij nee. was zo bang voor bloed. En ja, als het mislukt, want kan het kan natuurlijk ook gewoon mislukken. En dat je goed gehandicapt bent. Ja. Ja. En, en dan heb je dus weer het hele traject van ja. uh, een uitvaart. Hoe, 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 ja. hoe maak je dat dan mee? Ja, het beetje verangen was wel dat ik uh, financieel verantwoordelijk werd voor zijn uh, nalatenschap. In verband met dat ik een, nieuw, een, uh, een minderjarig kind had. Mm -hmm. Dus dat was wel een hele harde dobber. Dus uh, ja, ik heb uh, samen met Rowan, eigenlijk Rowan alles laten bepalen. En die wist inmiddels ook wel hoe een begrafenis eruit zag. Ja. Dus dat heb ik allemaal met hem samen gedaan. Ja. Ja. Weet je wat ik zo zit te bedenken? Hè? Want je, je, je hebt dit verhaal natuurlijk... Ja, Ongetwijfeld vaker verteld. Je hebt het zelfs in dit, boek, dit mooie boek beschreven. Je, je vertelt het, het is, het is een onwaarschijnlijk verhaal, maar de gevoelens daarachter, die heeft het ergens al een, een, een plek gekregen? Nou, ik zou niet weten waar die plek is, maar ja, je, je leert ermee omgaan. Het is gewoon, ja, Gieren is zeg maar dagelijks om me heen of hè, tijdens mijn werk, wordt natuurlijk ook wel getriggerd tijdens bepaalde ritten. Dus uh, ja. Die, ik heb ervoor gekozen om door te gaan met leven. En uh, je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. Dat is wat we tijdens het werk natuurlijk best wel veel meemaken. Ja. Maar ja, ik heb gewoon Rowan en ik heb mijn vriend Gerry. En uh, ja, daar, daar doe ik het voor. Maar je bent, en dat is prachtig en heel krachtig dat je dat nu kan, dat doorwerken. Uh, maar dat is natuurlijk niet vanzelf uh, gegaan. Ja. Als, je de, als je terugkijkt nu naar de, naar, naar de afgelopen jaren, wat waren de momenten dat je dacht. Ja, dit, 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 dit kan bijna niet. Ik, ik, ik kan dit niet, niet verwerken. Heb je, heb je zulke momenten gehad? In het begin zeker. Ja, ik heb die nacht uitgesproken. Van, uh, uh, mijn vriend zei: Doe je pakje maar uit. En toen zei ik: Nou ja, ik ga dit pakje niet uitdoen, want ik denk niet dat ik hem ooit nog aan ga trekken. Dus uh, ik had wel donders goed door dat het wel heel erg was. Dus ja, door, door de therapie, ik kreeg ik natuurlijk de diagnose PTSS. Ja, posttraumatische stresssyndroom. Uh, dus. Ja, en uh, daar heb ik EMDR-therapie uh, gevolgd. Uh, rapid Eye Movement. Mm -hmm. Dus uh, ja, en dat werkt fantastisch. Dus de beelden die ik allemaal heb uh, gezien... maar ook die ik zelf heb gemaakt in mijn hoofd, die, uh, die zijn behandeld. Dus ik kan de gevoelens niet meer oproepen bij die beelden. Nee. En het is een traject wat, dat het steeds ietsje beter gaat. Want ja. in het begin was het, het op straat gaan of, of je aankleden ja. of, of je opmaken eigenlijk al te veel. Ja joh, ik wist uh, als ik onder de douche stond niet eens of ik shampoo eerst of crepesmolling in mijn haar moest smeren. Ik wist de eerste keer dat ik ging koken stond alles aan te branden. Ik kon gewoon nog maar één ding tegelijk. Dat was ja. gewoon verdwenen. En weet je wat zo mooi is? We hadden net een gesprek uh, voor deze uitzending en je vertelde over Roan. Dat is natuurlijk een, een, een enorm krachtige kerel. Hè? Ja, zeker. Want, want die heeft dit allemaal ja. moeten meemaken. Hij was ja. één dag 16 ja. toen zijn oudere broer overleed. Hij heeft zijn vader verloren. Ja. En je vertelde dat hij nu gewoon een opleiding volgt en een vriendin heeft. Ja, ja super. Ja, het gaat supergoed. Ja. Vorig jaar is hij wel een jaartje eruit geweest. En ja, dat, dat moest ook wel een keertje komen. En daar heeft hij ook therapie voor gehad. En ja, het gaat supergoed. Ik ben echt super trots op hem. Ja. Ja. Is, dat, is dat dan ook hetgeen wat je overeind houdt? Ja, Ja. Ja, ons gezinnetje, ons, ons ding. Want ja, dat gaat gewoon supergoed. Dus daardoor, ja, je familie, je vrienden, je collega's waarmee je werkt. Ja. Ja, want je zit nu weer uh, in de ambulance, je ja. doet het werk weer. Dan zijn er dus weer auto-ongelukken. Ja. Ga je daar dan weer heen? Ja, ik ga overal heen. Ja, ik uh, doe alles. En uh, sommige dingen ja, die wekken wel spanning op. Dus als wij een melding krijgen van een autoongeval en er staat bijvoorbeeld in ons scherm niet bij hoe het met die slachtoffers gaat, dan vind ik het wel heel spannend. Ja. Ja. Maar je werkt wel met vaste collega's ja. die je dan ook kunnen helpen? Ja. Nou ja, ik werk gewoon op mijn eigen post en alleen met eigen collega's. Want die weten het verhaal en die, kunnen, ja, die weten dat ik ook wel anders kan reageren, want dat is wel gebeurd. En hoe, 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 leg uit, hoe, wat was... Nou, er was een ongeval gebeurd op de A10. En daar lag een auto op zijn kop. En uh, daar wij, kwam ik aan. En uh, gelukkig waren er ook al andere collega's. Ja, je moet naar die auto toe. Je moet natuurlijk wel daar gaan helpen. En ja, ik werd stil, ik zei niks meer. En ik ben bij een raampje gaan kijken, daar zag ik een voet. En toen dacht ik, nou, ik heb genoeg gezien. Dus uh, ja, ik uh, heb daar wel gewerkt. Nou, ik kreeg opdrachten, die voerde ik wel uit. Maar ik communiceerde niet meer. Nee, ik vond het zo nee, eng. Ja. Nee. Nou, het is maar één keer gebeurd in al die jaren, gelukkig. En maar... het is... Ja, super dapper dat je dat werk uh, weer doet. Uh, dat je dit boek hebt geschreven, onderdeel van de verwerking. En nu ook te lezen voor anderen. Wat ik al schetste, ik denk ook om ja, mensen te kunnen laten zien... dat, dat, dat je alles, uh, dat zelfs van dit onwaarschijnlijke verdrietje... Uh, er bovenop kunt, uh, kunt komen. Ja. Nou, dus, ja. uh, zag ik nog één heel bijzonder ding. Uh, als je dat wilt vertellen, want je hebt een uh, ketting uh, om. Ja. ja. Uh, wat is dat voor, uh, voor ketting? Ja, het is een ketting met een gebroken hartje. En daar zit een heel, heel klein uh, foto'tje in van Gian. En een, uh, en een heel klein stukje plukje haar. Iemand had tegen me gezegd: van, Je moet een plukje haar afknippen. En ik dacht, Ja, wat moet het daar dan mee? Maar uh, ja, de begrafenisondernemer Clemens die heeft dat gedaan. En uh, ja, uiteindelijk kwam ik hier op. En ja, ik heb het erin gestopt. Het is prachtig. En altijd het, uh, Ook als je slaapt bij ja. uh, ja. spreken. Ja, alleen uh, ja. En, en uh, als je nu aan Gian denkt. Um, Kun je dan het, 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 het ongeluk als, als iets apart zien? Dan heb je de mooie herinnering aan, aan, aan wie, hij, wie hij was? Ja, zeker. Ja, ik ben echt geen seconde boos op hem geweest. Maar ik bedoel meer van het ja. feit... Van, komen er dan de positieve herinneringen aan... aan wat jullie hebben meegemaakt samen naar boven? Ja, zeker. Ja, zeker de foto's en, uh, en de mooie vakanties. En uh, ja, echt die, die, die puber. Ja, ja, het was een lastige puber, dat wel. Maar ja, het was een mooi, mooi joch om te zien ook. Ja. Ik wens jou, met Gerry, je, je vriend en Roan alle sterkte Dankjewel. en heel veel kracht toe. En ik hoop gewoon een prachtig leven. Ja, zeker. Dank je wel. Fijn dat je hier was. Dank je wel.